Ferdy Druijf, je speelt met 1-1 gelijk bij Top Os. Je maakt een doelpunt. Ben je tevreden? Tevreden niet, omdat je ziet van, dat ik eigenlijk nog de 2-1 op mijn schoen had. En ja, de eerste helft zijn we gewoon vele malen beter. Je ziet bijna geen tegen of geen kans tegen. Maar ja, dan kom je de tweede helft kom je weer op een 1-0 achterstand. En die moet je recht trekken. Tegen Os is het altijd moeilijk. 5 man achterop. Dus dan weet je dat het voorgeven is. Nou, nu uit de corner en die kop ik binnen. En ja, die 2-1, daar baal ik meer van, ja. Tom Overtoom, je speelt met 1-1 gelijk hier bij Top Os. Wat vond je van het vertonen spel? Nou, ik denk dat we verder zijn gaan bouwen op wat we vorige week hebben laten zien tegen Telstar. Wat ik vorige week al zei, het is een moeilijk systeem dat Telstar en Os spelen. En ik denk dat we vorige week tot een bepaalde hoogte goed speelden. En dat we dat vandaag ook deden. Alleen, een beetje geluk dat ze de 2-0 op een gegeven moment niet maken. En dan weet je gewoon dat het er nog in zit, want het blijft 1-0. En dan maak je nog verdiend, denk ik, de 1-1. En dan zit het gelukkig net niet mee. Met die bal op de paal en op het laatste nog dat die bal net niet goed valt. Anders trek je hem gewoon nog over de streep. Jack de Gier, je speelt hier met 1-1 gelijk tegen Top Os. Ben je tevreden met een punt? Nou nee, ja, weet je wil 3 punten natuurlijk. Daar hunkert iedereen naar, want we zitten natuurlijk in een hele moeilijke fase. En alleen 3 punten geven de ploeg vertrouwen. Aan de ene kant teleurgesteld. Aan de andere kant, als je de tweede helft realistisch bekijkt, kom je goed weg. En heeft Os na de 1-0 de kansen gehad om de wedstrijd op slot te gooien. Dat doen ze niet. We komen goed terug. Goal van Ferdy natuurlijk vanuit de corner. Ja, en daarna krijgen we zelf de grootste kans van de wedstrijd om 2-1 te maken. En dit is jammer dat je zelf niet beloont. Dus uiteindelijk toch balen dat die 2-1 niet valt? Ja, natuurlijk. Kijk, dat zeg ik. Het is een heel dubbel gevoel. Hè? Want aan de ene kant had Os in de tweede helft de wedstrijd dicht kunnen gooien. Ja, dan ga je gewoon met een slecht gevoel weer weg. Want vonden wel, de eerste helft hadden we volledig onder controle. En ik was ook verrast door het spel in de tweede helft in negatieve zin. Veel te veel ruimte weggeven aan Os, niet door durven dekken. En dan komen hun in de kracht. Dan maken ze ook de 1-0 uit. Je moet dan een keer over die drempel heen die 3 punten pakken. Daar heb je wat geluk bij nodig. We hebben dat vorige week tegen Telstar natuurlijk geprobeerd. En word je in de eindfase een penalty onthouden. Dan heb je ook 2 keer een schot op de paal en op de lat. Ja, nu heb je deze weer. En dat moet een keer goed vallen om die spelers het vertrouwen te geven en ze te belonen voor het harde werk onder moeilijke omstandigheden elke week weer. Ja, je zegt tegen Os is het altijd moeilijk. Ze speelden erg stug, goed gedisciplineerd verdedigend. Is dat een frustrerende wedstrijd voor jou op die manier? Ik denk voor ons allemaal. Natuurlijk, voor ons allemaal. Er is 5 man achterop, staat er eentje nog voor. Dus het is heel erg behouden eigenlijk. En daar moet je doorheen zien te komen. En 1 keertje. Wat vond je van de tegenstander? De eerste helft speelden jullie eigenlijk best wel prima. Je hadden het grootste gedeelte van het balbezit. Maar ze speelden vrij stug, verdedigden die gedisciplineerd. En jullie kwamen er toch wat lastig doorheen. Hoe vind je dat spelen? Ja, ze wachten heel erg af. Zeker met die 5 verdedigers die ze hebben. En ze zetten er ook niet echt veel druk naar voren. Dus ja, dan weet je dat de ruimtes heel klein worden. En dat het heel zuiver moet. En de juiste momenten moet je dan toeslaan. Maar goed, we hebben niet heel veel kansen gehad in de eerste helft. Ja, dat is natuurlijk een stukje geluk, daar kun je vrijwel niks aan doen. Maar toch, je zegt het net ook al, het contrast tussen de eerste helft en het begin van de tweede helft is toch wel erg groot. Hoe komt dat? Ja, kan ik op dit moment niet verklaren. Dan moet je, ik had het idee dat de ruimtes te groot werden, dat het veld te lang werd. Waar we de eerste helft eigenlijk in de controle met het voetbal werd, we hadden ook door durfden te dekken. En op het moment dat we de bal verloren, of als in ieder geval aan het voetballen kwam, dongen ze tot de lange bal, konden we het duel winnen en vanuit die situatie weer opnieuw gaan voetballen. Dat was in de tweede helft niet zo. Toen kon Smeets weg gaan draaien, toen kon Ragna weg gaan draaien, toen kon Dogan open gaan draaien. Ja, en als die spelers ruimte krijgen om te draaien en te gaan lopen, dan zijn ze gewoon levensgevaarlijk. Dat is bewezen in de afgelopen, of alle wedstrijden die ze gespeeld hebben. Ja, ik zag je ook erg bedrijvig, zeker in de tweede helft, ook nadat jouw 1-1 was gevallen.
Baal je er dan van dat je medespelers af en toe dan nog net niet dat stapje extra zetten wat jij dan wel zet? Ik weet niet of ze dat niet doen. Ik denk dat iedereen voor de 3 punten wil gaan, dus iedereen keihard werkt. En, maar ja, misschien valt het bij mij meer op dan anderen, ik heb geen idee. Nou goed, ik heb een paar keer, zeker bij de uitbraak ook van Top Os, heb ik een paar keer NEC of je medespelers wat voorzichtiger terug zien lopen dan de spelers van Os. Die gingen er als een malle achteraan. Eigenlijk hetzelfde als wat jij ook deed. Frustreert dat niet? Nee, of dat frustreert, geen idee. Eigenlijk, ja, het zit gewoon in me en het is gewoon dat ik geen tegengoal wil hebben. Dus als ik zie dat er een counter aankomt, dan ren ik gewoon mee, dan verdedig ik gewoon mee. En dat is ook een taak van mij en... Ja, ik vind dat als team hoort en misschien moeten we daar naar kijken. Jullie komen er wat dat betreft ook wat lastig doorheen. Dan ben jij toch een van de mensen die zo'n wedstrijd kan openbreken. Vind je dat je dat zelf goed gedaan hebt? Nou ja, belangrijk is als je tegen zo'n tegenstander speelt, is dat je geduld houdt. Van de ene kant naar de andere kant gaat spelen en dat je op een gegeven moment stuk gaat spelen. Want op een gegeven moment kunnen de middenvelders dan niet meer belopen. En ik denk dat we dat zeker op het einde misschien nog wat beter hadden kunnen doen. Dat er dan op een gegeven moment nog wel meer ruimte komen, omdat ze dan wel uit gaan stappen. In die zin hadden we dat we misschien wat iets beter kunnen doen. Maar goed, weet je, als die bal van Ferry erin gaat, dan hoor je me dat niet zeggen, want dan win je het gewoon 2. Zou dat terecht zijn geweest? Hij komt goed op 1-1. Ja, het vertoonde spel misschien wel, maar ja, kijk, op een gegeven moment hebben zij natuurlijk wel kansen op 2-0 met die uitbraken. Dat weet je ook, we gaan wat aanvallender spelen en dan neem je wat meer risico. Maar goed, die maken ze niet en dan blijf je in de wedstrijd. Ja, en dan moet je het afmaken. Wat me ook opviel was dat Top Os er in de omschakeling een paar keertje echt razendsnel uitkwam. Dat Brian Smeets echt als een idioot naar voren liep, terwijl eigenlijk de NEC-middenvelders dat iets minder snel deden. Is dat iets waar je op wil trainen? Nou ja, goed. Kijk, dat zijn gewoon de type spelers die wij op het middenveld hebben. En daar ontkomen we op dit moment niet aan. We zoeken ook op het middenveld naar bepaalde type spelers die dat wel kunnen in deze transferperiode. Het valt niet mee, maar ja, ik hoop wel dat we daar in ieder geval wat extra mensen aan kunnen toevoegen. En het is nou eenmaal de kracht van Os. Ze spelen 5-3-2, dat doen ze niet voor niks. Hè. Ze spelen vanuit een gesloten organisatie. En ze hebben de kwaliteit met Dogan die natuurlijk in goede vorm is. Met een Smeets die een routinier is, die slim is. Ja, met Ragnar, een jongen die altijd loopt op elke bal. Ja, en dat is gewoon hartstikke moeilijk te verdedigen. Dan moet je goed staan, dan moet je door durven dekken. En als je dan elk duel wint, is het geen probleem. Maar ja, nogmaals, als ze ruimte krijgen, dan krijgen ze veel kans. Ja goed, hij staat nu achter je. Heb je er eigenlijk spijt van dat je Ragnar niet gewoon binnen de groep hebt gehouden in plaats van dat je hem hebt verhuurd? Nee, kijk weet je, Os speelt een ander systeem als wij. Ik denk dat Ragnar hier prima zijn wedstrijden kan spelen, want hij heeft een contract bij ons. Dat heb ik hem ook gezegd voordat hij verhuurd werd. Voor hem is het belangrijk in deze fase dat hij wedstrijd speelt in de eerste divisie. Nou, dat doet hij bij Os. Wij zaten op dat moment dat we de beslissing namen, ja, met name voorin met heel veel, of eigenlijk alle posities dubbel bezet. Ja, dan moet je gaan kijken wat het beste is voor zo'n jonge jongen. En ik sta daar nog steeds volledig achter, want ik vind het alleen maar mooi dat een speler van NEC goed presteert bij een ander. Dan kan je wel gaan zeggen, ja, maar had je hem niet bij NEC moeten houden? Juist door die wedstrijden die hij hier speelt, wordt hij steeds sterker en beter. En kunnen wij als NEC daar de vruchten van plukken. Alleen hij had vandaag natuurlijk niet hoeven scoren. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet wie er geschoord had als dat Ragnar is. Nee, dan moeten we hem daar even voor aan zijn oren trekken, ja. Je bent deze winter overgekomen van AZ. Met welke gedachten kwam jij hier? Nee, met de gedachte om sowieso aanvallend voetbal te spelen. Bij Jong AZ is het iets minder, want ja, dan verdedig je toch minder. Of dan verdedig je meer, sorry. Uiteindelijk toch het druk ook bij de club natuurlijk. En dat speelt natuurlijk ook mee hier. Ja, ik wou NEC graag helpen. Dus. In hoeverre is die wens uitgekomen om aanvallend voetbal te spelen? Nou ja, volgens mij spelen wij elke wedstrijd wel aanvallend voetbal. Alleen ja, dan zie je toch dat wij een tegengoal tegenkrijgen elke wedstrijd. En dat frustreert wel. Tot slot, de transfermarkt is nog een tijdje open. Hoop je zelf dat er nog iets bij komt? Nee, we hebben een goede groep, vind ik. Dus, niks meer aan doen? Nee, dat is aan de club en de trainer, ja. Nee. Ik denk dat wij gewoon een hele goede groep hebben met heel veel kwaliteiten. Kijk, als er niks bij komt, moeten we daarmee doen. En als er wat bij komt, dan komt er wat bij. Even kijken, de transferperiode is nog een tijdje open. Je zegt net al dat je loopvermogen wil hebben op het middenveld. Is er verder nog iets wat je erbij wil hebben? Nou ja, we zijn op zoek naar een keeper. Ja.
Voor de langdurig geblesseerde Alblas. Ja. Ja, dat het wil sowieso altijd met drie keepers werken. En ja, Norbert is helaas weggevallen. Dus de noodzaak om een extra keeper erbij te halen is groot. Heb je je oog al laten vallen op een middenvelder of een keeper? Ja, nee, ja, het is hartstikke moeilijk voor ons op dit moment, ook in de situatie waarin we zitten natuurlijk, om spelers naar de club te halen. Spelers gaan zelf heel lang wachten, die wachten alle opties af en op een gegeven moment dan moeten de knopen doorgehakt worden. En ja, in die fase komen we denk ik in dit weekend of na dit weekend terecht. Dankjewel, succes verder.